Nee. Nog steeds een bandje om? Ja, ik heb gewoon dat bandje om, omdat ik denk... Dan knip je die niet af, joh. Nee, ja, omdat ik hem al 8 jaar om heb en ik... Maar die gozer heeft het hele boel toch besodemieterd? Ja, maar ik denk dat hij, wat dat er gaat, heel veel goede dingen gedaan heeft. En dat, ik vind, dat moet je los van elkaar zien. Nu staat hij bijvoorbeeld in de Amstel Gold Race Experience, waar we hier zijn. Ja. Bijvoorbeeld een hele deur met zijn hoofd erop. Ja. Wordt dat nog afgeplakt met een balkie straks? Nee. Ja, ik weet ook niet hoe we daarmee om moeten gaan. Het gaat natuurlijk ook heel snel wat er nu allemaal gebeurt, dus... Ik weet niet hoe we daar verder... Dat zal misschien wel veranderen, maar daar gaan we eens naar kijken. Is de mogelijke uitwerking van bloeddoping dat je zomaar spontaan begint te bloeden in je gezicht? Ja, nee, dat komt omdat ik een verkeerd scheermesje gebruikt heb vanmorgen. Oh, ja. Ja, ik dacht wel dat je daarover ging beginnen, maar ja... Loopt overal bloed uit je gezicht, joh. We zijn met 10 man bezig geweest om het te verhelpen, omdat ik wist dat je er was. Maar ja, dat lukte niet, dus ik denk... Maar het is wel mijn eigen bloed. Ja, precies. Nee, dat is vaak met EPO, hè. Dat is dan uiteindelijk toch je eigen bloed weer. Ja, maar dat kwam er gewoon uitlopen.